Waarom is Frida Coquette op inzetsams regret geschreven? En hoe zou het nu met haar gaan? Geef me een Oscar voor deze performance. We vliegen erin. Patat! Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ja, deze video gaat over Frida Coquette, die jullie allemaal kennen van Samson en Gert, die een frietkraam had, patat verkocht aan Samson en Gert op het dorpsplein aan iedereen. En hopeloos verliefd was op Alberto. Albertootje. Ze heeft er 3 seizoenen gedaan, van 2000 tot 2003. De eerste aflevering was de frietwedstrijd en de laatste aflevering was moeder en kind. Er is niet heel veel bekend waarom ze opeens verdwenen was. Dat is heel gek. Ze was er dus 3 jaar in, dat is best een lange tijd. En opeens was ze weg. Maar ik heb even uitgezocht wat er nou precies aan de hand was. Nou, in het echt heet ze dus Barbara de Jonge. Ik heb hier ergens een foto staan hoe ze er nu uitziet. Super gorgeous. Jullie kunnen haar kennen van natuurlijk Assepoester de Musical, waar ze de stiefzuster speelt samen met Britt van der Borgt. En ze droeg ook nog eens de jurk die Kathleen droeg in het magische medaillon. Dat viel me opeens op. Oh my god. Jullie kunnen haar kennen van Wissy en Poppy, waar ze Wissy speelde. En natuurlijk het meeste Samson en Gert. Er is ook echt verder niet veel bekend over Barbara. Maar ik vond wel een interview van het laatste nieuws. En daar heb ik het volgende in gelezen. Barbara die geeft al 14 jaar les op de toneelacademie. Ze acteert niet heel veel meer. Ze focust zich vooral op het lesgeven. Ze heeft een uitnodiging gekregen voor de Samson en Gert afscheidsshows. Ze had gezegd dat ze ging kijken of ze erbij kon zijn. Het leek haar heel leuk. Maar weten jullie of ze ook echt gegaan is? Weet iemand van jullie dat? Daar ben ik heel benieuwd naar. Of dat iemand haar gezien heeft. Ze kijkt de aflevering van Samson en Gert niet heel vaak meer. Eigenlijk vooral in de les of als of met leerlingen of zo. Verder is ze heel erg blij dat Marie het nieuwe baasje is geworden. Omdat wij natuurlijk... Dat voelt gewoon heel dichtbij, omdat het is de dochter van Gert. En zij zou zelf ook voor een vrouw hebben gekozen, omdat het is gewoon een nieuwe wind, een nieuwe richting. En ja, ze is daar heel blij mee. Op internet heb ik gelezen dat Frida Coquette uit de serie is geschreven, omdat er weinig opvoedkundige waarde was. Ja, is dat niet gewoon een heel slap excuus? Ik bedoel, ik snap dat ze een beetje koekoek is. Maar volgens mij is iedereen dat wel een beetje, behalve Gert en Samson in dat... Nou, Samson is ook wel een beetje koekoek. Volgens mij is iedereen dat wel een beetje in dat dorp. Ik bedoel, ik zie gewoon een hele sterke, independent vrouw die haar eigen dromen heeft, haar eigen business, haar eigen inkomsten, de ding doet. Terwijl, weet je, Alberto vreet zich vol de hele dag. De burgemeester die plakt de hele dag kleeft heet het vliegtuigjes tijdens werkuren. Vleemhuizen peutert als volwassenen de hele dag in zijn neus en eet het op en loopt te huilen. En dan denk ik, zij heeft de minst opvoedkundige waarde? Ik volg hem niet, oké? Okay? En Gert, die loopt 30 jaar lang achter Marlèneke aan, die hem telkens skipt, omdat er meer te halen valt bij Jean-Marie Michel. Zeg ik het goed? I don't know. Ze is gewoon een golddigger, Marlèneke, oké? Okay? Ze komt alleen als er wat te halen valt. Ik denk niet dat het een heel goed voorbeeld is. Echt, weet je eigen waarde, jongens. Ga nooit met iemand om omdat diegene spullen bij je kan krijgen. Of dat je geld hebt. Of omdat diegene snoep van je krijgt. Weet je waarde. Je bent zoveel meer waard dan dat. Ze moeten bij jou zijn voor jou. Niet om wat je hebt, niet om wat je doet. Dus ja, zou er niet gewoon een andere reden zijn geweest? Ik bedoel, ze was wel eigenlijk feitelijk... naast mevrouw de Bolle de enige vrouw in de serie. Ja, misschien wilde ze van de vrouwen af. Maar ik weet dus niet hoe lang mevrouw Praline erin heeft gezeten. Want als die er gewoon in heeft gezeten, dan wilde ze niet van de vrouwen af. Want er zit een vrouw in. Maar het is heel raar. Barbara heeft gezegd dat ze niet zoveel contact meer heeft met de cast. Ze heeft gezegd dat ze ze wel gewoon op social media volgt. En dat ze... Oh, moeten we wel even op social media volgen natuurlijk. Random. Maar dat ze af en toe wel iets liked. Maar dat ze het gewoon te druk hebben om regelmatig af te spreken. En het is nou eenmaal zo, dat weet ik zelf ook. Ik acteer met producties. Daar hou je gewoon regelmatig gewoon geen goede vriend of vriendinnen over. Omdat het is werk. Dat vergeet heel veel mensen. Je kan misschien een hele close groep vrienden zien op tv. Die elkaar het echt helemaal niet mogen. Nou, gelukkig is dat hier niet het geval. Maar het gebeurt heel vaak. En dat... Je wordt gewoon met een vreemdeling eigenlijk neergezet natuurlijk. En jullie zijn vast ook niet vrienden met iedereen, toch?
Dat kan gewoon niet. Iedereen is anders. Ze zei dat ze een hele leuke tijd beleefd heeft op de Samson en Gert set. Dat iedereen heel goed met elkaar omging. Dat ze allemaal lachten. Heel open met elkaar omgingen. En dat Studio 100 een hele toffe werkgever is. Dat ze verjaardagscadeaus kreeg. Als ze ziek was, kreeg ze bloemen. Echt van alles. En dat ze heel dankbaar is dat ze voor Studio 100 heeft mogen werken. Ik vind het trouwens jammer dat Studio 100 haar nooit voor iets anders heeft gevraagd. Want er was natuurlijk geen conflict met Studio 100. Catnet wilde, zeg maar, die het uitzendt. Dat Frida er uitging. En als je er ook ziet in Assepoester en zo, ze is wel echt genius. Ze is een hele leuke actrice. En ik denk dat ze zoveel meer rollen bij Studio 100 had kunnen spelen, nog steeds. Echt, vraag haar voor iets. Dus een slechterik in Nachtwacht, een aflevering, als er nog afleveringen komen dan. Of in een nieuwe serie. Ze was zo'n geniale boef geweest, denk ik, in Mega Mini. Ik denk echt, zij is zo grappig. Dus ik vind het een beetje een gemiste kans. En ik snap ook niet waarom, aangezien ze zoveel voor Studio 100 natuurlijk in de begintijd gedaan heeft. Dat was ook de eerste eigenlijk Studio 100 sprookjes musical. Dus ja, I don't know. Ze heeft eigenlijk nooit aangevoeld dat Gert haar baas was. Het voelde eigenlijk ja, heel fijn. En ze vindt dat leiderschap, dat vind ik ook, eigenlijk het beste werkt op een niveau dat je allemaal gelijk bent. En niet het gevoel geeft van ik ben hier de baas en jullie werken voor mij. En dat deed Gert nooit. En Gert is gewoon de best. Ze zegt ze heeft geen wilde affaires gehad op de Samson en Gert set. En niet echt, had ze ook echt veel meer mannelijke vrienden dan vrouwelijke vriendinnen. Dus ze vond het helemaal niet awkward of zo om met alleen maar mannen te acteren. Ja, weet je, ze zegt zelf ook, Barbara, dat wat is nou eigenlijk wel pedagogisch verantwoord? Weet je, het is allemaal zo subjectief en dat is het ook eigenlijk. Want zoals ik net al zei, die vergelijking met de andere karakters. Iedereen bekijkt dat natuurlijk anders. De Catnet kan dat vinden, maar wij kunnen disagreeën. Het is gewoon subjectief. En ze zegt ook zelf, ik vond het jammer, maar ik ben niet de persoon om in opstand te komen. Moet je ook niet doen, want dan krijg je gewoon echt conflicten. Dat wil je niet. Als actrice natuurlijk helemaal niet. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze gewoon een hele leuke tijd heeft gehad. Barbara heeft gezegd tegen Gert, voordat Samson en Gert begon, van ik wil meedoen aan de serie, maar alleen als ik echt zo onherkenbaar mogelijk mee mag doen, want dat leek haar leuk. Dus ze had dus voorgesteld dat ze een sigaret in haar mondhoek wilde doen, echt zo ordinair frituurwijf wilde zijn. Oh my god. Nou, ik vind het grappig, maar dat leek me niet heel handig in een kinderserie. Dus dat is hem niet geworden. Maar ze vindt het wel leuk dat ze een beetje, ja, buiten er zelf heeft mogen treden in die rol. En dat is ook natuurlijk altijd het leukste. Dat je eigenlijk iets speelt wat ver weg van jou staat. Dat is iets wat je eigenlijk zelf niet meemaakt of doet. En dat maakt het alleen maar leuker om te spelen. Ze zegt ook dat ze zelf nog nooit friet heeft gebakken in haar leven. En elke keer als ze friet op de set was, dan had Christine van de keuken dat gemaakt. Dus dat is ook wel grappig als je daaraan denkt, hè. Dat ze een frietent had, maar zelf nog nooit friet had gemaakt. Ze wordt nog steeds heel vaak herkend als Frida Kroket. Ze dacht eerst van, lijk ik op Frida? Want ze ziet er toch heel erg warrig uit en slordig en ze zegt dat het eigenlijk dat mensen er vooral herkenden door haar stem. En ze vindt het wel heel erg leuk. Barbara heeft verder geen kinderen. In het interview staat geen relatie, maar ik weet natuurlijk niet of dat nu veranderd is. Ik weet ook niet uit welk jaar dit interview komt. Ik denk dat het wel weer een paar jaar terug natuurlijk voor corona begonnen afscheidsshows. Ze zegt pleegzorg zou ze eventueel nog zien zitten. Ze wil heel graag misschien iets met dieren en gewoon mensen die het niet zo goed hebben gaan werken en doen. Maar ze is momenteel nog echt te druk met haar carrière om gewoon op andere dingen te focussen. Dus daar wil ze gewoon lekker mee bezig blijven. En dat gun ik haar. Ze moet gewoon doen waar ze gelukkig van wordt. En dit was alweer het einde van deze video. Mocht je het een leuke video hebben gevonden, reageer, like, abonneer, druk op het belletje. Dan blijf je op de hoogte als ik weer nieuwe video's maak. Als je Studio 100 fan bent, vooral abonneren. Want ik ben ook super groot Studio 100 fan. Dus er komen heel veel Studio 100 video's aan. En dat was het eigenlijk weer. Ik hoop jullie heel snel weer te zien. Ik klets lekker met jullie mee in de comments. En dan tot de volgende video. Doei!